best practice gaat over wij noemen dat intern one team, one vision. Klinkt heel, heel spannend, maar dus vanaf dag 1 hebben we dat intern geroepen. Als wij met GOM de wedstrijd aangaan, dan gaan we dat als één team doen. Dat betekent dus dat de medewerkers van hotel en GOM één zijn. Uiteindelijk zijn de schoonmaakmedewerkers bij GOM in dienst. Maar in dit hotel proef ik ook als klantmanager zijnde de enorme betrokkenheid van onze klant. En vanuit zijn perspectief zijn alle medewerkers bij wijze van spreken hotelmedewerkers. Oké, die van ons dragen een GOM polo, maar ze zijn wel één. Toen wij helemaal gingen praten voor dit hotel, om een schoonmaakbedrijf te zoeken, toen was het simpel voor mij om hun aan tafel te vragen. En in die verhalen kwam heel erg, ik zal niet zeggen de code naar voren, dat wist ik toen niet zo goed. Maar wel de absolute focus op de mensen die GOM daarin uitte naar mij toe. En dat is voor mij al heel lang in hotellerie mijn uitgangspunt. Dus ik dacht, daar zit een mooie verbinding in. Nou, de dagelijkse praktijk richt zich er vooral op dat we het belangrijk vinden dat onze medewerkers niet onder hoge tijdsdruk staan. Wat helaas nog wel eens het geval is in de hotelschoonmaak. Ze zijn eigenlijk continu met elkaar ook in overleg om te zorgen dat we goede afspraken met elkaar hebben. Waardoor de medewerkers daar niet de dupe van zouden kunnen zijn in de praktijk. Wij zijn dus vanaf dag 1 begonnen om die teams meteen te laten wennen aan elkaar en samen te laten smelten. Als er een hele drukke piekdagen zijn bijvoorbeeld en de schoonmaakmedewerkers dreigen niet op tijd klaar te zijn, dus de gasten kunnen niet inchecken. Nou ja, dan wordt er vanuit het hotel gezegd van kom, we gaan de schoonmaakmedewerkers helpen om met elkaar te zorgen dat het hotel weer schoon is. Dus niet vingerwijzend, jullie zijn ervoor verantwoordelijk, dus jullie zorgen maar dat het op tijd is, maar samen zijn. En dat spreekt natuurlijk ook wel een stuk waardering uit richting onze medewerkers. Maar andersom gebeurt dat ook, want ik zie af en toe hele drukke ontbijtmomenten. Dat er op tourseries in huis zitten, dat er in één keer 150 mensen in die lounge zitten. Nou, het is niet heel klein, maar dan is het best krap. En dan staat overal spul, overal staan het plateautje, een kopje, rommeltjes. En dan gaat het een beetje mis. En dan zie je in één keer andersom, dan gaan de mensen van GOM spontaan het plateautje wegruimen. En dan binnen 10 minuten is de hele lounge weer schoon. Ja, is dat hogere wiskunde helemaal niet. Maar dat is nou juist het leuke van deze hele tak van sport, vind ik. Het gaat om de details, het gaat om dat team.